Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. Titus werd gisteren door Petra op het juiste spoor gezet. Dat is grappig. Hoofdpijlen. Ja. Hi. Ze is er. Hi. Ik ben er. Hi. En toch ging die vrijwel meteen de fout in. Weet je mijn naam nog? Titus? Ja, ik weet je niet meer. Sorry. Goed. Roos en Jochem staan ook nog aan het begin van hun eerste 24 uur. Hoi. Hey. Sorry, je zit al lekker aan de wijn. Ja, ik zat al aan de wijn. Hoi. Aangenaam, Roos. En Jochem komt niet echt galant uit de startblokken. Ik vind het een heel gek idee om in hetzelfde bed te slapen. Dat ik het lukbed opblaas, doe ik dat gewoon. Zo'n gentleman ben ik dan ook wel weer. Dat ik gewoon het lukbed wel voor je opblaas. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Jochem heeft er dus geen enkel probleem mee om zijn date op de grond te laten slapen. Dat lijkt niet de meest slimme actie om Roos het hof te maken. Of is het gewoon puur zelfvertrouwen en is hij ervan overtuigd dat hij haar wel in bed kan krijgen met zijn uitzonderlijke kookkunsten? Geen honger, toch? Ik heb heel veel honger. Kijk, de kip ziet er zo. Oh nee, maar dat gaan we niet eten. Nee, dat weet ik ook wel. Oké. Okay. Ja, ik kom maar. Maar wat ga je dan doen? Ja, ik ga er nieuwe in doen. Maar het is ook zo droog als iets. Ik dacht dat jij maar van dit de vind ik dus ook vies, hè? Dat ik daar een kop eraf moet gaan trekken. Ah, je moet niet zo pushy zijn. We gaan deze eten. Dit is beter. Zal ik dat doen nee. Maar dan? Nee. Ik heb op dit moment iets meer vertrouwen in mijn kookskills dan die van jou. Ik denk dat je hier genoegen mee moet nemen. Nou, dat ben ik blij mee, hoor. Dankjewel. Nou, weet je wat jij mag doen? Jij mag de uien snijden. Dat vind ik altijd heel verschrikkelijk. Ik ga altijd huilen. Ik ook, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit, want dan heb ik dan toch geen velletje eraf. Dan door midden snijden. Dan wil ik die dikke ding eruit. En dan wil ik ze zo gesneden en zo gesneden. Dat je hoeft niet zo te wachten. Ik ben nu aan het snijden, anders doe je het zelf maar. Want dan. Zo. Goed? Ja, wat moet ik nou doen? Oké. Ja, ik wil echt niet, maar je hoeft niet zo overdreven klein te doen. Ja. Zal ik een wijntje nemen? Doe maar met alcohol, dan word je iets vrolijker van. Oké. Okay. Kun je wat knoflook snijden voor mij? Dicht naar huis. Gaan we zoenen? Nee. Ik heb ook een pers. Eén voor één? Of gewoon alles in één? Als jij dat wil. Jij zegt wel, jij bent de baas. Zou je mij in de kroeg aanspreken? Ik denk het wel. Ja, maar ik spreek niet heel snel een man aan, dus... Ik heb nog nooit iemand aangesproken in de kroeg. Nee. Echt niet. Handelmaat. Dat geloof ik echt niet. Handelmaat. Dus als jij een mooie vrouw voorbij ziet komen die even naar je glimlacht of een beetje met je flirt. Nee, dan moet hij wel met mij praten. Ja, anders echt? Gaat het niet gebeuren. Echt? Waarom? Ik weet dan gewoon niet wat ik moet zeggen. En dan denk ik, ja, dan kom ik daar als een debiel. Ja, het is zo ongemakkelijk. Ik had één keer een date. Ik ging op de fiets. En ik kwam aan fietsen. Ik zag dat er iemand staan. En ik denk, fuck, dat is ze. Lelijk. En ik wilde dus doorfietsen. Oh, nee, dat heb je niet gedaan, toch? Nee, want ze zag me. Oh, dat is de enige reden. Dat is echt heel erg. Anders was ik doorgefietst. Oh, dat vind ik zielig voor haar. Ik heb het 40 minuten volgehouden. Ja. En toen zei je van, ja, sorry, man, ik heb afgesproken. Hè, maar we zouden toch heel de avond hebben, hè? Ja,
was het tussen gekomen. En dan daarna nog appen, hè, zei. En vond je het gezellig? Ja, dan heb je echt een plank voor je kop. Dat hangt ook wel van de signalen die jij geeft, toch? Als jij aangeeft dat je... Nou, ik ben heel goed in geen signalen geven. Als ik met iemand klaar ben, dan ben ik er klaar mee. Heb je dat ook duidelijk gezegd tegen haar? Ja. Oké. Okay. En ik had het echt op een manier gezegd. Oh, dat kon niet, zoals ik het zei. Hoe dan? Ik geef niks om voetbal. Maar ik ging het daar wel mee vergelijken. Ik zeg, kijk. Het zijn allemaal clubs die in een bepaalde league spelen. Een goede club die moet in zijn eigen league blijven. Maar je kan niet in één keer, als je in de tweede divisie speelt, in de eredivisie gaan spelen. Heb je dit echt gezegd tegen haar? Nee, dit is gewoon lullig. Oké, okay, daar ben ik denk ik ook soms. Het kan heel hard zijn. Ja. Hoe bevalt het er nu toe? Goed. Ja? Ja? Niet? Leuk? Nee, ik vroeg het aan jou. Had je de andere... Had je een idee? Niks. Ik had geen verwachting. Ja, als je me tegen was gekomen op straat, had je misschien gewoon... Loop ik me voorbij? Ja, dat denk ik wel. Dus, en nu kun je me niet... Nou, moet ik. Nee, maar nu moet je wel kletsen met... Ja, maar zo werkt het wel. Ik had niet omgedraaid of zo, of... Nee. Jammer, hè. Zo'n mooie man. Ik vind het echt heerlijk zonder die telefoon. Jij iets minder zo te zien? Nou, mijn vriendinnetje Lisa die appt. Hij vindt dat jij op de bank moet slapen. Dus ik zeg, ja, dat vind ik ook. Dus ik wil zeggen van... het gaat daar niet echt per se om. Maar ook. Maar waar gaat het dan om? Nou, sowieso dat je de eerste nacht... die sowieso al spannend is... Dat je daar niet echt heel erg gentleman-achtig in gedraagt. Vind ik wel een beetje stom. Jij vindt het stom, ja? Ja. Je kan wel een gentleman zijn. Maar dat vind je niet de situatie om dat te zijn dan? Nee. Maar ik snap gewoon het probleem niet echt. Ik snap het niet. Het is wel goed. Ik ga op de bank. Echt? Mm-hmm. Oh, voor je dat je kan slapen? Ja, ik ook. Er staat al de hele avond een mysterieus cadeau naar Titus te knipogen vanaf de bar. Wat heeft Petra nu weer bedacht om deze date extra speciaal te maken? Je bent wel een romanticus. Maar echt waar, je bent een schatje. Ja, je weet even niet wat er... Ja, ik vind alleen dit al, dat je er zoveel moeite voor doet. Geweldig, man. Dat doen heel veel mensen niet voor mij. Er zit een papiertje in. Ja. En ik neem één flesje en jij neemt één flesje. En dan ga ik even weg. En dan wil ik dat je opschrijft wat jouw eerste indruk was. Okay. Dan wil ik dat je opschrijft hoe je het nu vindt. Ja. En dan wil ik ook nog dat je opschrijft wat je hoopt of verwacht, bla bla. Dan doe je terug in het flesje. Ja. En we wisselen het flesje op het moment dat we het huis uitgaan. Dus of dat nu en dan na 24 uur is... Of over 5 dagen. Ik vind het heel leuk. Leuk bedacht. Tot straks. Doei. Mijn eerste indruk. Leuke, vrolijke man. We hebben... een klik. Op het moment... Geen vlinders. Die heb ik sowieso natuurlijk niet snel. Dikke kus. Titus. Ah, ik ben klaar.
romantiek. Nou, daar hoef je voorlopig niet naar te zoeken in het andere appartement. Jochem wil maar niet begrijpen dat Roos niet meteen met hem in bed wil liggen. En dus moet ze maar op de bank. Of schuilt er toch nog een gentleman in hem? Dat is een matrasje voor erop. Oh, dat kan echt. Dit is gewoon onmenselijk. Als ik dit al zie, dan ga ik al huilen. Maar hier, alsjeblieft. Ja, ik zou hier diep ongelukkig van worden. Dit zie ik ook niet echt zitten. Nee, maar het zal wel lekker liggen, denk ik. Dit is het? Ja, dit is het. Oh, dat gaat hartstikke lekker liggen, man. Comfy. Nou, top. Dus ik je morgen ochtend. Yes, slaap lekker. Ja, daar lig je dan, Roos. Terwijl de zogenaamde man van je dromen wegzakt in dat enorme king-size bed. Een potentieel probleem waar Titus en Petra nog niet aan toegekomen zijn. Zij zitten nog midden in een diepgaand gesprek. Ik was 6 jaar en mijn ouders hadden net een nieuwe vloerbedekking. Ja. Die lag er volgens mij nog in een week of zo, een paar dagen. En we hadden gegeten en ik had buikpijn. En we aten spinazie. En ik moest overgeven. Mijn moeder die zei al van, als je niet lekker bent, moet je naar de wc. Ja. Maar ik ben naar de kamer gegaan en ik spuugde zo op de vloerbedekking. En ik heb ontzettend op mijn donder gehad. In plaats dat je als kind dan getroost wordt. Was zo, kreeg je vlekken. Kreeg ik heel erg op mijn vlekken. Ik moest naar boven. En daar heb ik een, voor mezelf een trauma van gemaakt. Ik heb een overgeeffobie. Dat is gewoon een voorbeeldje. We zouden met z'n allen naar Lorette Mar gaan met het vliegtuig. Ja. Of mee met de bus. Met de bus naar Lorette Mar. Maar ik durf niet in de bus, want ik was bang dat ik misselijk zou worden in die bus. Ik heb op 2 dagen van tevoren zeg ik het gewoon af. Oh, echt? Dat is wel erg, hè? Maak het jou ook heel eenzaam. Ja. Want je bent dan continu met iets bezig. Echt dat het ten eerste niet nodig is, maar ja, goed, zit in je hoofd. En je omgeving, snap je niet. Nee. Dus die vindt jou een rare. Mm. Mijn moeder zei ook al, je bent een rare. Wat dat betreft is het... Maar ik heb het wel overwonnen. Op een gegeven moment was ik 18 of zo. Toen dacht ik van, nou, nu is het afgelopen. Ik ga er niet meer. Of ik pleeg zelfmoord, of ik ga... Ja, zover was het wel. Maar goed, ik heb er geleidelijk aan. Toen ik denk dat ik een jaar of 30 was, toen begon ik er steeds beter mee om te gaan. En ik denk dat ik 34, toen was ik er wel overheen. Toen was ik klaar. Maar dat was dus mijn overgeefvrouw. Dus ik heb 2,5 jaar een relatie met 2 mannen gehad. Oké. Okay. Dat wisten mijn ouders, dat wisten mijn oma zelfs, dus mijn vrienden. Ja. Dat is gewoon... Maar waarom? Omdat ik bij de ene niet genoeg aan... Dat was niet wat ik wilde. En samen vond ik het 1 goede man. Maar bij de ene miste had de andere en andersom. Meer zoiets. Maar ja, niet zoiets van ik ga bij de ene weg? Nee. Oké. Die keuze had die ander ook, hè, om dat niet te maken. Maar dat deden ze allebei niet. Ze wisten van elkaar, hè? Ze wisten van elkaar? Zeker, ja. Ja. Die hadden contact met elkaar. Je deed niet met 3? Nee. Maar ik kwam wel met de ene bij de ander thuis of zo, ja. Dat is apart. Lijkt me nog wel. Toch? Ja. Titus krijgt er nog net geen rode oortjes van, maar dit is wel een goed moment om even buiten af te koelen. Of is de hitte hem al naar het hoofd gestegen? Zit je goed? Ik zit goed. Nou, ik vind het wel gezellig met jou. Ja, maar dat vind ik ook. Nou, dat is toch leuk? Ja. Met je blauwe ogen. We hadden het echt slechter kunnen treffen, hè? Ja, we kunnen het zo een tijdje volhouden. Ja, serieus. Hoe lang is het bij jou geleden? Wat? Dat je met iemand te gaat hebben? Een relatie of... Ja, seks ook. Of seks? Seks. Een relatie met zeker meer dan 2 jaar. Mensen vinden het ook wel eens gek. Dat ik heb het al... ik denk al wel 3 jaar niet meer gedaan. Oh nee, ik niet. En dat... Mensen vinden dat raar. Heb je er nooit geen behoefte aan of zo? Nee. Ik moet zeggen, als ik geen relatie heb, heb ik er ook minder behoefte aan. Dan kan ik ook makkelijk zonder. Maar als hij er is, dan vind ik het wel fijn. Ja. Ik denk als ik een relatie zou hebben en ik zou, als er 2 weken geen intimiteit was geweest,
Dan zou ik wel eens even met elkaar aan de tafel gaan zitten. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Iedereen kan zeggen, want dat is niet de baan, maar voor mij is het wel de basis van... Nou, als je daar niet meer wil, dan is er iets. Wil je nog wat drinken, meisje? Ja, zullen we nog thee doen? Ja. Ik even aan je. Zo. Wil je me even aanraken? Nou ja. Dacht je meteen dat je in de eerste nacht meteen... Neuken. Oh, sorry. Dat is een geitje. Lekker bezig, Titus. Misschien moet de buurman morgen even wat tips bij je halen. Want Jochem laat die arme Roos de hele nacht woelen op de bank. Terwijl Titus er wel voor zorgt dat zijn prinsesje er lekker bij ligt. Slaap lekker, hè? Als je wakker wordt, dan word je wakker. Ja, is goed. Ja? Doei, doei. Hoop dat je slaapt. Doei, doei. Doei, doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ook zo kut geslapen? Oh, ik heb ieder uur het zien worden. Echt? Zo erg? Ja, ik had niet verwacht dat het zo slecht zou zijn. Karma. Ja. Vannacht lig jij op de bank. Ja, ik geloof jij in sprookjes. De eerste 24 uur van Titus en Petra zit in ieder geval vol met verhalen. Er is gesproken over fobieën, intimiteit, relaties, angst en zelfs seks. Zoveel in één avond, dat is toch wel even pittig voor Titus. Ik heb nog even nagedacht. Ik vond het wel een pittig gesprek gisteren. En spijt van? Nee. Maar het maakt wel dingen helder, moet ik eerst zeggen. Ja? Ja, wel. Je kunt je hele leven streven naar iets wat je wil hebben. Ik heb het een paar keer gehad. Je raakt elke keer weer kwijt. Dus je kunt je afvragen, van, ja, moet je daar nou constant naar blijven streven? Want bij mij bepaalde het best wel een beetje mijn leven, moet ik eerlijk zeggen. Liefde zoeken? Ja. Dat is niet goed. Nee, maar dat heeft te maken dat je eigenlijk wel gebrek aan liefde hebt gehad. Mm-hmm. Die behoefte heb ik wel heel erg. Van die armen om me heen en dat... Ik denk serieus, maar dat denk ik, hè. Ik ben niet ongelukkig alleen, maar dat is misschien... Nee, ik word ongelukkiger van het zoeken. Ja, dan moet je ermee stoppen als het ja, er niet gelukt. Ja, dat weet ik wel. Dat is ook wel zo. Maar mijn werk, mijn leven... laat ik bepalen door... dat ik elke keer me afwacht. Ik zou niet weten waarom je geen vrouw zou kunnen vinden. Nou, krijgen. Serieus, ik heb nooit chance. Nooit. Ik ben een type voor niemand. Nee, maar dat heeft niks... Ik ben gewoon heel realistisch. Dat vind ik onzin, nee. Dat vind ik echt gewoon eigenlijk dom gelul. Ik niet. Je doet dit? Ik doe helemaal niet dit. Wel, omdat je zoekt. Dan ben je echt dit en je moet gewoon... Ik ben niet heel erg aan het zoeken, hoor. Ik wacht op de liefde. Hier, catch. Moet wel scherp zijn, 's ochtends. Nee! Ja, die mag je zelf opruimen. Maar je moet wel scherp zijn, 's ochtends. Hoe laat is het? Het is nog te vroeg. Speelt Jochem nou hard to get? Roos geeft hem het voordeel van de twijfel. Voor Danny en Debbie, alweer de vierde match van Lang Leven de Liefde, is alles glashelder. Zij zijn inmiddels onderweg naar een mooie bestemming. Een hele bijzondere week. Ja. Vorige week nog vrijgezel, tot nu... kijken of we niet meer single zijn. Inderdaad, ja. Ik is echt leuk. Ik heb er wel vertrouwen in. Goed, ik ook. Jij ook? Nou, dat is al hartstikke goed. Debbie en Danny. Nou, hoe mooi is die? Heb je lekker gegeten? Ja, heerlijk. Ja, we gaan nog even lekker wat doen vanavond. Ja? Dat weten we nog niet. Nou, dat komt wel goed. Ik denk dat iedereen nu wel een beeld heeft wat er gaat gebeuren. Nou, misschien iets met lakens. En, onder de lakens. Onder de lakens. Nou, daar gaan we niet over hebben. Nee. Wat gaat het ons brengen? Wat hoop je? Wat hoop je? Ja, ik hoop dat we het nog lekker gezellig kunnen maken. En dat we... Veel kunnen zien of beter leren kennen.
Ik wil in ieder geval het programma Lang Leven Liefde willen bedanken voor deze toch wel zeer geslaagde match, hè? Zeker, ja. Het is niet altijd even makkelijk, maar daarom mag je ook 5 dagen aan elkaar wennen in het appartement. Het is alleen de vraag of Roos en Jochem daar wel de tijd voor willen nemen. Voelen zij na 24 uur iets wat lijkt op een klik? Hoe is het? Ja, kijk. Waar moet ik beginnen? We zitten er zo op 24 uur. En ik moet je zeggen, ik heb het echt heel leuk met hem. Ik kan echt met hem lachen. En we zijn echt gewoon 2 gekke henkjes bij elkaar. Dus dat klikt echt goed. Maar ik hoor hem maar. Ik kan hem niet echt goed peilen, zeg maar. Ik wil wel kijken waar die chemie tussen ons zou kunnen zijn als hij er is. Ik wil nog even voelen dat het ook romantisch zou kunnen zijn. Maar waarom vraag je het niet aan hem dan? Ja, dat ga ik doen. Voor mezelf, ik ben er al uit. Ik vind het leuk genoeg om hem nog een avond mee te maken en om te kijken of we de romantische kant op kunnen gaan. Dan geef ik jullie een tip. Ik moet er gaan hangen of niet gaan. Praat met elkaar. I will. Ja, nee, ik ken jou gewoon doen. Ja, ik krijg dat mooi weer terug. Ga ik doen, baby. Ik hou jou op de hoogte, ja? Bye. Bye. Titus en Petra staan voor dezelfde lastige keuze. Ze hebben zoveel gedeeld, maar zat er tussen al die verhalen ook ergens een vonkje? Dankzij het slimme cadeau van Petra hebben ze in ieder geval hun eerste gevoelens vastgelegd op papier. Maar wat we nog wel hebben, is onze flessenpost. Ik ben benieuwd wat je erin hebt gezet. Even denken. Dit is de mijne. Jij krijgt hem. Dit is de jouwe. En deze is voor mij. Begin jij maar. Nee, ik begin? Ja. Oké. Spannend. Ik vond het wel een leuk idee trouwens. Hey Petra. Mijn eerste indruk toen ik binnenkwam was verrast. Verrast dat er een vrouw zat die qua uiterlijk beduidend jonger was dan ik. Ik dacht direct dat ik het met jou wel 24 uur ga volhouden. En tot nu toe vind ik het echt gezellig met je. Ik merk dat jouw type vrouw me triggert. Die 24 uur komen we wel door. Leuke, vrolijke man. Spontaan en gemakkelijk in omgang. Op het moment geen vlinders. Liefst, Peter. Dat is echt kort. Ja, maar gewoon duidelijk. Ja. Nou, ik vond het leuk. Ik ook. Er zit er bijna op. En ik vind je echt een hele leuke, aardige vent. Maar ik heb die... Die klinkt niet. Die chemie op die manier zoals het moet, heb ik niet. Nee. Maandag in Lang Leven de Liefde. Wat laat Jochem als eerste branden? De liefde of het appartement? Oh, 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 oh. Ja, wat doe je nou weer? Wat is dat? Oeh. Ik pis in mijn broek.